oefenwedstrijden in de regio, een trainingskamp in Mulldorf, Oostenrijk, 10 nieuwe gezichten in de selectie, een oefenwedstrijd in Portsmouth, Engeland en tot slot een in de Galgenwaard tegen Levante. Dat was de voorbereiding op het huidige seizoen in het kort. En dan, op 11 augustus, de start van de Eredivisie, waar Utrecht ruim verliest op bezoek bij PSV. Inmiddels is het natuurlijk, als je alle wedstrijden van PSV daarna ziet, is het ook niet heel gek dat wij daar verloren hebben. Maar hoe makkelijk ze scoren, geweldige voorhoede natuurlijk daar. Duidelijke cijfers in Eindhoven, 4-0. Een week later speelt Utrecht thuis tegen Zwolle. En vlak voor rust tekent Sean Kleiber voor de eindstand. Veel beweging, weer Kleiber op tijd aangespeeld. Nou, Kleiber, 2-0. De wedstrijd in speelronde 3 en 4 leveren beide een 1-1 gelijk spel op. Eerst tegen VVV Venlo en daarna op bezoek bij die andere Limburgse ploeg, Fortuna Sittard. En daar komt de mogelijkheid, precies. En die bal gaat er alsnog in en dat doet Novakovic. Op 4 september wordt bekend dat hoofdcoach Jean-Paul de Jong en FC Utrecht per direct uit elkaar gaan. De wedstrijd daarna verliezen de Domstedelingen van promovendus FC Emmen. Een dag later, 17 september, is er nieuws. Waar Dick Advocaat vroeger het shirt van de FC droeg, staat hij nu tot het eind van het seizoen voor de groep. Nou, ik vind het gewoon leuk werk. Dat kunnen we wel romantischer maken dan het is. Maar het is wel 7 dagen in de week hard werken. En dan ga je wel naar huis, maar dan ben je ook weer bezig met de wedstrijden terug te zien. Dus het is 7 days a week. Ja, dus dan komt de Dick Advocaat binnen en dan komt natuurlijk wel een man binnen, zeg maar. Gelouterd in de voetballerij. Nou, op mijn manier. En dat is gebleken dat dat wel werkt. Ik had in die tussentijd natuurlijk alle wedstrijden gezien die al gespeeld waren. En dat vertelde ik ze ook. En dat duurde een kwartiertje. Dan weten ze wel wat ze kunnen verwachten. Vanuit de basis beginnen, meer zekerheid misschien inbouwen om zo snel mogelijk punten te halen. En het mooie voetbal, zeg maar, dat staat dan even op plek 3 en 4 misschien wel. Maar ja, hij moet eerst resultaten binnen. En hij weet natuurlijk als geen ander hoe hij dat moet doen. Maar ja, we verliezen in de tweede helft, in de laatste minuut van Feyenoord. En we spelen gelijk tegen Groningen. En daarna is het eigenlijk alleen maar door middel van de trainingen, automatisme, is het elftal alleen maar beter geworden. En dat resulteert in 5 overwinningen op rij. Tegen NAC Breda, AZ, Willem II, ASWH in de KNVB-beker en ADO Den Haag. Van overheen. Gustafsson. Ja, dat is een mooie. Dat is een echte. Een hele mooie goal van Gustafsson. Daar komt Janssen en daar de goal! En dan de 3-0. Goed gedaan, goed voorbereid het werk van Kerk. Ja, maar dat heeft zo weinig zin om daarover dat je in de laatste minuut wint. Of, nee, de enige ploeg die beter was tegen ons, dat was AZ. Maar voor de rest hebben we alle wedstrijden meegespeeld. Utrecht is bezig aan een opmars en gaat op 10 november op bezoek bij Vitesse. De beide ploegen zijn qua kansen aan elkaar gewaagd, maar de thuisploeg trekt aan het langste eind via goals van Brian Linssen en Martin Ødegaard. Nu aan een vrije trap, ja, over de muur en in het doel, prachtige vrije trap. Martin Ødegaard zet Vitesse op 2-0. Ondanks dat je dan 4 keer op rij gewonnen hebt, waar je denkt van Vitesse had het moeilijk in die fase. Dat je denkt van ja, je had zo'n geweldige slag kunnen slaan door Vitesse op dat moment op 6 punten te zetten. En die geweldige reeks natuurlijk door te trekken. En ja, dus daarom ja, de frustratie dat je gewoon niet over 90 minuten gewoon een goede wedstrijd hebt gespeeld. Dat was denk ik de meeste frustratie op dat moment. Na een klinkende 5-0 overwinning op de Graafschap reist het team van hoofdtrainer Dick Advocaat vol vertrouwen naar Rotterdam voor het duel met Excelsior. Halverwege staat het daar 3-0 voor de thuisploeg. Ja, dat zal eruit moeten. We zullen echt, wat jij terecht aanhaalt,
We zullen wat constanter moeten worden vanuit de organisatie. En dat gebeurde niet tegen Excelsior. In de rust werken spelers en staf in de kleedkamer aan een masterplan. En enkele tactische aanpassingen blijken zeer succesvol. Dus we hebben juist die tijd heel goed benut om een goed plan te maken. En letterlijk is er gezegd dat als zij 3 keer kunnen scoren in 20 minuten, in 1 helft dan, dan kunnen wij dat ook. Nou, en wij deden in 20 minuten volgens mij. Langs Mahmoudov, tweede lijn, hier is Kerk. En daar zit hij erin. Utrecht heeft wat het wil. Een snelle tegengoal in de tweede helft. Tanane, Stevens, bijna eigen doelpunt. Daar is hij. Simon Gustafsson voor de 3-3. Zeker. Het is 9 december wanneer FC Utrecht weet wat het moet doen. Winnen van Heracles Almelo om de 4e positie van de eredivisie over te nemen van de Heraklide. In stadion Galgenwaard haalt FC Utrecht een hoog niveau. Voor de aanwezige supporters is het smullen. Maar vooral de overtuiging in ons spel. We speelden heel compact, juist wat we niet deden tegen Excelsior. Nou, en Heracles liep tegen ons echt in het mes. En dat hebben we perfect uitgespeeld. En nogmaals, als je het dan zo met zo'n overtuiging uiteindelijk ook afmaakt, ja, dan sta je in het veld wel echt te genieten. Het is heel eenvoudig, Gustafsson. 1-1 met Van Hinten. Nou, hij is sneller dan Van Hinten. Geeft het hem een kans op. Ja, zo! Een kans en een doelpunt. En hier is Tanane weg. Bal nog net verlengd, maar Emmanuel Wilson, ja, die kan dat ook met rechts. Dat doet hij heel af en toe. Dat doe ik niet meer. Als een kind zo blij. Nee, maar als ik een wedstrijd op tv zie en iemand maakt zo'n goal, dan denk ik, oeh, wat een wereldgoal. Ja, dat zei ik nu ook, er waren 2 wereldgoals. In het veld zijn ze nog mooier. Of in die zin, soms heb je in het veld niet de goede blik dat je op televisie misschien ziet van die zat er wel echt lekker in. Maar ik had het in het veld wel al door. En als je dan een week later weer zo'n duel hebt dan tegen Heerenveen. En als je dan de eerste helft of de eerste 60 minuten ziet hoe ze spelen. Ja, dan zeg ik, als we dat door kunnen zetten. We hebben best nog wel een paar posities in het elftal waarvan je zegt dat kan beter. Maar daar gaan we straks natuurlijk mee werken. Die is binnengekopt. Kerk zou nu kunnen uithalen, dat doet hij ook. En hij zit erin. Hij zit erin en dat mag Haan zich toch wel een beetje aantrekken. Gustafsson nog altijd. Gustafsson. Gaat die derde er dan toch nog komen voor rust? Via Tanane, ja! Ga gewoon spelen en zorg dat je je organisatie houdt. En probeer die 4e goal te maken. Maar gewoon niet je organisatie open. En waarvoor ze dan nerveus worden, daar heb ik het toevallig vanmiddag over gehad. Dat begrijp ik niet zo goed. In de tweede helft komt Heerenveen terug in de wedstrijd, maar Utrecht wint wel met 2-3. Enkele dagen later verliezen de Domstedelingen met 1-0 bij Feyenoord. En dat betekent het einde van het bekertoernooi. De laatste wedstrijd voor de winterstop, Ajax thuis. Met een basisplaats voor Nick Venema, die samen met zijn teamgenoten 3-1 verliest. Wel scoort voor het Utrecht dat met 28 punten als nummer 4 de winterstop ingaat. Tot dusver trots op wat u samen met uw man heeft laten zien, de eerste seizoenhelft? Zonder meer. We zijn van ver gekomen met heel veel problemen. En als je dan ziet waar het elftal nu staat, dan kunnen we als SC Utrecht tevreden zijn. Stand op Feyenoord is min 7 punten nog, dus dat is wel een heel groot gat. Dus je moet dan zelf je wedstrijden blijven winnen en hopen dat Feyenoord wat laat liggen, zo simpel is het. En, waardoor je eventueel nog omhoog kan kijken, maar ja, we moeten wel realistisch zijn en dat we zullen een extreem goede tweede seizoen zelf moeten draaien om dat verschil te overbruggen. Plek 4 verdedigen, dat is denk ik de eerste doelstelling.